Het goede nieuws van deze maandag lijkt me te zijn... dat u er allemaal nog bent, geachte Radio 1-luisteraar. Dat u de kerstdagen heeft overleefd en dat bijna niemand van u... een nacht in een politiecel heeft hoeven doorbrengen... wegens gewelddadigheden tijdens of direct na het kerstdiner. Proost, ik bedoel natuurlijk chapeau. Het lijkt erop dat de geest van Desmond Tutu... een beetje in ons allemaal was gevaren. Desmond Tutu, die ons gisteren ontviel en die nu, als u een beetje gelooft... althans met zijn hoofd, met zijn hand op het dijbeen van God de Heer... smeugig zit te bomen over al zijn avonturen de afgelopen... 90 jaar de tranen lopen over zijn zwarte wangen, soms van een schaterlach. Als hij vertelt hoe hij zelfs het ANC of zijn eigen kerk dwars zat met zijn afkeer van corruptie en loze woorden zonder daden. En hoe hij die hoge stem die iedereen kent, eigenlijk als een grappig typetje had bedoeld, maar dat hij eraan vast zat toen hij eenmaal wereldwijd bekend en gehoord werd. Soms tranen van verdriet als hij het heeft over het onrecht dat de Zuid-Afrikanen, de Palestijnen en zoveel andere onderdrukten de afgelopen decennia te verduren kregen. Toetu stond voor verzoening, moreel besef en empathie. Hij zag zelfs de menselijkheid in de vijand. En inderdaad, in nogal wat families is dat precies wat je nodig hebt. Van de gazpacho tot ver voorbij de koffie. met de door je nichtje helemaal zelf verkoolde cakejes. En toen je vroeg of je wat havermelk in je koffie mocht. omdat je geen zuivel wilt gebruiken. zonder ook maar een woord over dierenleed, veetransporten, slachthuizen en klimaatcrisis. bleek dat toch voldoende voor wat cynisch commentaar van zeker twee andere aanwezigen. met het bloed van de rollade nog op hun kin. En daarna een periode van ijzige stilte, omdat de materfamilie. Had opgedragen dat er niet over politiek gepraat mocht worden of over iets anders dat de stemming zou kunnen bederven. En nu. De day after weet je wat je allemaal had willen zeggen dat de leiders van de agrarische sector zich keer op keer in de slachtofferrol weten te manoeuvreren en dat het ontkennen van de problemen meestal slechts overstemd wordt door de eisen aangaande compensatie en de dreiging met het zogenaamde optoeren. dat ze met heel veel trekkers opstomen naar een plek waar dingen worden beweerd die de luide stemmen van farmers defence force en de big agrobedrijven die het grote geld binnenhalen niet bevallen media wetenschappers binnenhof. Je had willen zeggen dat nieuwe bestuurscultuur en de niet betekent dat je met heel veel geld zoveel mogelijk... belangengroepen en boze mensen te vriend probeert te houden... maar dat je gedurfd en menselijk beleid ontwikkelt... waarin echte keuzes worden gemaakt en daar ook voor staat... zonder je actieve herinnering te verliezen of documenten zwart te lakken... of te liegen naar eer en geweten. En dat het een goed idee zou zijn de vreselijke kanten van het populisme... tribunalen, holocaustvergelijkingen, bewust discrimineren... te bestrijden door het te bevragen inhoudelijk en op de man of vrouw af... Je had willen zeggen dat olympisch sporten in China of voetballen in Qatar... betekent dat je de Oeigoeren en de Aziatische dwangarbeiders... gewoon keihard laat vallen omdat je zin hebt... in een paar weken atletische afleiding... dankzij Sven Kramer of Virgil van Dijk. Dat je dankzij de booster nu dus twee chips in je lijf hebt... en dat je hoopt dat die wel een beetje compatible zijn. Dat je polyamorie wel begrijpt als je mensen ziet met een partner... met de erotische uitstraling van een afdruiprek... en dat je eigenlijk een paleo-keto-dieet volgt... in combinatie met intermittent fasting, maar dat je besloten hebt... te eten. Wat de kerstpot schaft, en er zelfs een welgemeend compliment aan wist te wijden. Dit dit, dit was echt de lekkerste experimentele maaltijd die ik ooit heb gegeten, dank jullie wel. Oh ja, toch nog iets. Dat je op geen enkele manier begrijpt hoe de christelijke kerken in Barneveld en vliegtuigen naar Curaçao stamvol zitten en theaters en popzalen galmend leeg. En dat je zaterdag laat Wendersnijders kaleidoscoop zag en met open mond en ontroerd zat te kijken naar zoveel goeds en moois en poëtisch en swingends en liefdevols. En dat je hoopt dat iedereen begrijpt dat al die dingen voortkomen uit de Nederlandse en Vlaamse culturele sector dat al die muzikanten en dansers en vocalisten en belichters en audio freaks podia nodig hebben om die ongelooflijke talenten te kunnen ontwikkelen, te kunnen delen met publiek dat daar ook naar smacht. Dat had je allemaal willen zeggen, maar je koos voor de glimlach van Tutu en draagt vandaag een vrolijke alpino pet als eerbetoon aan de man die zich altijd durfde uit te spreken. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1 app. Download hem nu.